Rex rekent af met meubels als wegwerpartikelen. Ineke Hans en Circuform boksen met veel toewijding en daadkracht een ecosysteem voor elkaar dat waarde geeft aan inwisselbaar meubilair. Te vaak belanden kantoorstoelen en tafels op de afvalberg, terwijl delen ervan nog hartstikke goed bruikbaar zijn. Zonde. En dat kan anders, dachten Ineke Hans en Circuform. En dus schoten ze de prijswinnende Arend 380 stoel van Ineke uit 2011 in een nieuw circulair jasje. Resultaat is Rex. Een stoel die is gemaakt van nylon van oude kantoorstoelonderdelen, visnetten, tapijt en ander industrieel afval. Rex is de eerste statiegeldstoel van Nederland. Is de stoel beschadigd of wil je hem echt niet meer gebruiken? Dan lever je hem in en krijg je er gegarandeerd 20 euro voor terug. Kapotte stoelen worden geshredderd tot grondstof voor nieuwe productie. Met Rex maken de makers een duidelijk statement. Kantoormeubilair is niet langer een wegwerpproduct. Een project van Ineke Hans en Circuform. Winnaar van Dutch Design Awards. Product.